Hartelijk welkom in Tilburg. Hier zijn de Nederlandse musicaldagen. Alles ademt hier musical. Met het musical Talent Gala. Aanstormend talent van de Fontysopleiding treedt op samen met bekende musicalsterren. Maar het begon allemaal gisteren met de Summer Sing-Along. Oh, 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 hungry for something that I can eat. Ik wil zingen, ik kan niet zingen en met meezingen hoort niemand hoe vals ik zing. Dus ik dacht, precies, gaan. We gaan uit volle borst meezingen. Dit is echt een musical gezin wat ik hierbij heb staan. Absoluut, absoluut. Ja, ja? Allemaal. Ja? Ja. Keeltjes geschraapt? Ja, zeker. Zing je thuis ook altijd mee? Te vaak. Mamma mia. Here I go again. My. How can I resist you? One day more. Another day, another destiny. Allemaal familie? Hij is jarig. Dus dan gaan jullie met z'n allen naar de musical sing-along. Ja. Dat weet hij nou ook. Hij was een verrassing voor hem. Was een verrassing? Ja, dat wist hij. Hij heeft het verklapt. En vind je het een leuke verrassing? Dat nou, ik vind het fantastisch. Mijn keel is wel gesmeerd, maar ik kan geen noot zingen. Oh. Ja, ik kan het wel zingen, maar het klinkt zo vals als wat. Dames en heren, een hartelijk welkom bij de Summer Sing-Along van de Nederlandse musicaldagen. Vanavond mag je fotograferen, maar moet je meezingen. Pauze, het is super druk. Overal zijn mensen nog te oefenen, te repeteren. Ik heb ook zoek met de presentator. Hey, Alkemade. Ja. Klaasje water tussendoor, het is pauze. Even de keel smeren, heel belangrijk, ja. Wat heb jij met musical? Helemaal geen fluit. Terwijl jij hebt een jaar hier op school gezeten. Ja, dat klopt. Nee, ik zeg helemaal geen fluit. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik ken het gewoon eigenlijk niet zo goed. Dus wat heb jij met de Pakistaanse keuken? Dan kan ik zeggen helemaal niks. Ik weet niet wat ze koken daar. Dus kijk, ze nemen mij vanavond aan de hand. En ik leer het hele musical landschap kennen. En ik vind het ook hartstikke leuk. Als er morgen een mooie musical naar Tilburg komt. En ik heb tijd, ga ik zeker kijken. Want ik vind het hartstikke leuk. En jouw eerste kennismaking hier? Grandioos. Je merkt het ook aan de mensen in de zaal, hè? Super enthousiast reageren. Ja, die willen allemaal heel graag. Die doen echt vet goed mee. Die gaan echt voor alles klappen. Ja. Nou, dat wil je. Als je even verder denkt, hè, kan dit nog heel erg gaan groeien, denk je? Zo'n evenement als dit? Ik hoop het natuurlijk. Maar goed, ik ben een beetje bevooroordeeld omdat ik hier zelf ook heb gestudeerd natuurlijk. Maar ik vind gewoon wel dat Fontys heeft gewoon wel een beetje die status wel verworven. En het mooie hieraan vind ik is dat je hebt het talent gewoon echt. Drie stappen verder zit het allemaal. En het leuke is dat dus ook heel veel oud-studenten ook allemaal weer terugkomen. En dat is denk ik voor iedereen leuk. Voor de mensen die meedoen, maar ook voor de mensen die komen kijken. Want je hebt wel gewoon echt, je krijgt gewoon iets goeds. Yeah.
Ze staat er helemaal achterin, maar ik denk dat ze ons volgen. Goed gedaan. Ik vond het ook super leuk, liedjes. Ja. De muziek, die was prachtig. En heel veel talent, hè? Vooral die hele jonge groep die dat serieus deed. Echt kippenvel over mijn hele lichaam, dus het was echt mooi. Ze doen het gewoon echt heel goed, mooie stemmen. Ja. Dus ik denk goede kweekvijver. Superleuk. Ja, ik vond het echt gezellig. Jullie willen meer? Ja, tuurlijk. Ja, dat speelt zo goed. ...180 mensen werken ermee aan de Nederlandse Musical Dagen. Het gaat van koor, solisten, heel veel studenten werken ermee. Hierachter is een groot orkest, is aan het repeteren. Al dagenlang, allemaal om er een groot succes van te maken hier. Ik moest vechten met mijn broers, mijn neven en ook mijn ooms. Maar ik dacht nooit, nooit, je moet vechten. Mooie vind ik dat je dat gerenommeerde, gearriveerde musicalartiesten samen met jong talent bij elkaar komt. En vooral dat jong talent vind ik altijd leuk. Even, die zeg nee en zing nee. Ezra, heb je een asje voor mij? Dankjewel. Zeg nee. Zeg! Zo. Iets in dat geest. Ik hoor altijd in de wandelgangen Tilburg heel vaak genoemd worden als achtergrond waar mensen die opvallen vandaan komen. Maar ik heb er al een hoop tussen zien zitten waar ik denk, wow, leuk en lekker enthousiast. En nou, doe maar aan mijn jeugd denken weer, oh, ik word opeens oud dan. Ja, maar we waren wat te laat, dus daarom... Oké. Laten we gewoon helemaal nog een keer doen. Ja? Helemaal? Ja. Ja. Ja, dames en heren, dan doen we het nog één keertje, dan mogen jullie klaarstaan. Ja. Dit is een baan zonder wandje, hè, wat jullie hier hebben met elkaar. Ja, echt wel. Kijk. Echt wel, ja. Hoofdrolspelers van die Addams Family samen. Hij klikte allemaal wel een beetje. Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Wij krijgen een regelmatig slappe lak, want dus... Zie je zo van mij met deze? Ja. Zwaaien, aflopen. Of duur of ja of nee? Dat hoeft dan in principe niet meer. Credits moeten gaan lopen in het applaus van Thank You for the Music tijdens het bedanken van Frits. En dat loopt dan door tijdens. De laatste oefeningen zijn bezig. Concentratie, want dan gaat het gebeuren. Het slotstuk van de Nederlandse Musical Dagen, het Musical Talent Gala. Ik ben wel blij, want in de winter zijn het met mij ervan te zitten. Ja, we gaan een lesje volgen. Zo'n dingetje op mijn gezicht staan. Dat is altijd moeilijk over contact. Musical dagen in Tilburg. Ja, hoe vind je dat? Ja, hoe vind jij dat? Ja, ik vind het enig. Ja, ik vind het leuk dat er meerdere producties bij elkaar komen om hun ding te laten horen en te laten zien. En ik denk dat het echt een heel erg leuk theaterseizoen gaat worden. Iedereen is goed, weet je, iedereen is talentvol. Maar het is natuurlijk weer heerlijk als er gewoon wat is. Wat staat er? 30 man orkest als het niet meer is. Ja, hey, de... Bakje blazers erbij. Ah, I love it. Violen, alles heerlijk. Wie kent naar een landgoed, een jachtig naar de zeeën bos. Wie kent naar een landgoed?
de musical dagen in Tilburg. Waarom wilde je musical dagen? Waarom wilde je meerdere dagen? Nou, ik wilde eigenlijk de Nederlandse musical dagen. Dus ik wilde op Nederlands niveau iets neerzetten. Dus niet alleen Tilburgs of Brabants, maar echt wel op landelijk niveau. En het moet meer dagen duren. En het is een ontmoetingsplek voor producenten, voor musical liefhebbers, artiesten en mensen die hier in Tilburg opgeleid worden. Dus vandaar ook dit festival. Het is de ambitie om het de komende jaren te laten groeien natuurlijk. We willen net zoals de Nederlandse Dansdagen in Maastricht, Festival Noorderslag in Groningen, het Theaterfestival in Amsterdam, willen we de Nederlandse Musical Dagen in Tilburg, dat heel Nederland dat weet. Hoe vind je dit hier? Ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Ja, heel tof. Ja, er komt natuurlijk heel veel musical talent uit Tilburg. Jij hebt hier gestudeerd? Ja, ik heb hier gestudeerd, ja. Ja, een soort thuiswedstrijd is dit. En heel veel gebeurt natuurlijk in Amsterdam met de musical sing-along en zo en de musical awards. En het is juist leuk dat het ook een beetje in Brabant meer gaat leven. Dan is Charlie snel en hij komt ziet over. Ik zeg de color purple. Dat is? Loslaten, hoop en liefde. Dat overwint alles. Mooi. Ik ben benieuwd. En die de liefde kent, is al de poëzie. De poëzie. De allerkleinste stem, komt in de fris, energiek, leuk. Musicals die je misschien al eerder hebt gezien, maar super leuk om dat allemaal te zien bij elkaar. Heel gevarieerd, heel gezellig, veel gezien en zin om weer naar het theater te gaan komend seizoen. Vorig jaar was heel anders dan dit jaar en ik denk dat dit jaar wel een stapje erbovenop is. Gewoon meer talent, meer shows, meer optreden, dus dat is heel fijn. Nou, een fantastische avond met veel jong talent waarvan een deel is opgeleid in Tilburg. En dan zie je hoe dat de musicals in Nederland zich ontwikkelen. En als je dan in Tilburg een voorproefje kan krijgen van het programma voor het komend jaar, dan is dat gewoon op voorhand een hele mooie avond. En de mensen die er zijn, genieten er volop van. Je hebt eigenlijk deze avond gezien dat wij als Tilburg een broedkamer zijn voor zoveel talent. En dus ook op het gebied van musical. En ik heb enorm genoten en meegezongen. Dit was op de tweede editie van de Nederlandse Musical Dagen in Tilburg. Volgens mij gaan er nog heel veel afleveringen volgen. Tot volgend jaar. Dank.